Hoe leuk zou het zijn om dit jaar je eigen kerstversiering te gaan maken? Het is helemaal niet zo moeilijk en ik ga je laten zien hoe je dat doet. Als allereerst hebben we natuurlijk een model nodig wat we als uitgangspunt gaan gebruiken om onze mal van te gaan maken. En daarvoor heb ik deze sterren getekend op de computer en die met mijn lasersnijder gesneden. Dit is 3 mm dik plexiglas, hele mooie glimmende voorkant. Dat gaat ons een hele mooie mal geven. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt, ik heb helemaal geen lasersnijder. Tekenen op de computer, dat weet ik allemaal niet. Er zijn nog andere manieren waarop je deze modelletjes ook kan maken. Zo heb ik bijvoorbeeld ook twee modelletjes gemaakt op mijn 3D printer. Je kan een modelletje zelf tekenen, ergens downloaden, eenvoudig printen. Heeft natuurlijk wel iets meer nabewerking. Of je gebruikt de textuur van wat er geprint is voor je model. Kan je ook voor kiezen. En als je geen printer hebt, zijn er natuurlijk nog steeds opties. Zo heb ik bijvoorbeeld ook eentje met de hand gemaakt. Heel simpel, je print uit wat je wil hebben of je tekent het op een blaadje. Dat plak je op een stuk materiaal en dat kan je vervolgens uitzagen. Daar kan je een figuurzaag voor gebruiken of in het geval wat ik gebruik is een lintzaag. En dat heeft ook wel weer voordelen, want dat geeft wel weer meer die handgemaakte look eraan. Met een printer of met een lasersnijder helemaal krijg je super strakke rechte lijnen. Is natuurlijk aan de ene kant heel mooi, maakt het aan de andere kant wel wat minder persoonlijk, wat minder handgemaakt. Ik moet van deze modellen natuurlijk nog wel een mal gaan maken en ik heb ervoor gekozen om ze allemaal in één grote mal te gaan doen. En omdat ik hier een mooie gladde ondergrond voor wil hebben, heb ik een oud stuk plexiglas genomen en met wat stripjes hout en wat hete lijm maak ik hier één mooie mal van. Hete lijm vind ik hier erg makkelijk voor, het is snel vast, het dicht de kieren af en je kan ook nog weer het losmaken als dat later nodig is. De modellen zelf die lijm ik niet met hete lijm vast, maar met secondenlijm. Dit is een stuk dunner dan de hot glue en dus kan ik de modellen wat dichter in de bak plakken. Dit zorgt ervoor dat er minder siliconen onder gaat lopen en ik dus niet een hele dikke vlies ga krijgen straks. Wat het eindresultaat gewoon mooier gaat maken. Let wel op, want secondenlijm en additiesiliconen, dat is geen beste combinatie. In de secondenlijm zitten stofjes die de siliconen kunnen gaan vergiftigen. En dat wil je niet, want dan had je siliconen niet uit. Mocht je nou wel gebruik willen maken van additiesiliconen, zorg er dan voor dat het echt niet met die secondenlijm in aanraking komt, want dat geeft gewoon problemen. Dus ik gebruik in mijn mal een condensatiesiliconen. Dat gaat in ieder geval niet met mijn secondenlijm problemen geven en is meer dan voldoende voor wat ik ermee ga doen. Ik maak een mooie batch siliconen aan en ik giet deze rustig vanuit één kant in mijn mal. Op die manier hebben luchtbelletjes alle tijd om op tijd te ontsnappen en blijven ze niet voor altijd in mijn mal gevangen. Wat bij deze stap belangrijk is, is dat je je mal wel waterpas zet. Heb je hem namelijk schuin staan, dan wordt je hele mal schuin. Leg je hem straks op je tafel, dan worden al je sterren dus een beetje schuin. Want ja, de onderkant van die mal, die is niet vlak. En de belletjes die wel te traag waren en nog langzaam aan het omhoog komen zijn in je mal, die kan je eenvoudig met een heatgun of met een brander wegblazen van het oppervlak. Ik heb hier natuurlijk een hele grote mal gemaakt met waar best wel wat siliconen in gaat. Als je dit zelf thuis gaat doen, kan je natuurlijk ook een mal maken met 1 of 2 of 3 van die sterretjes. En op die manier kost het je niet zo heel veel siliconen. En dan, een dagje later, is mijn mal helemaal uitgehard. En zoals je ziet zitten mijn modellen er prachtig in. Het lijkt weinig siliconen ondergekomen te zijn, dus ik heb goede hoop dat het heel erg mooi is geworden. Het enige wat ik nog vergeten ben, is om wat kleurstof toe te voegen. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit, maar wit doet het video nou helemaal niet zo lekker. Tada, daar is hij dan. De mal die we gemaakt hebben. Best wel cool vind ik het zelf, want nou ja, het is een flinke plak siliconen die ik hier heb. Maar er zitten dan ook wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelletjes in. Dus eigenlijk hebben we in één klap 8 malletjes gemaakt. En hier wil ik resin art in gaan maken. Dus met epoxy mooie dingetjes maken. Allemaal verschillende figuurtjes, verschillende kleurencombinaties. En dat ga ik doen met de laminating epoxy, de laminair epoxy. Waarom niet de art resin, vraag je wellicht af. We gaan toch art doen. Nou, art resin die heeft een gietdikte van 1 tot 10 centimeter. En ja, dit is nou eenmaal 3, 4 millimeter. En we willen wel dat het uithardt. Giet je die epoxy hierin, dan gaat het heel lang duren voordat dat uithardt. En dat willen we niet. Dus, laminair epoxy
is wel ietsje stroperiger. Dikker. Het is ietsje dikker. Maar dat maakt denk ik niet uit. We gaan het gewoon proberen. We zien waar het resultaat, waar we uit gaan komen. En dan is het nu tijd voor de epoxy. Ik maak eerst een wat grotere batch epoxy aan en ik verdeel dit over 3 bakjes. Op deze manier scheelt me dat een hoop wegen, een hoop mengen en ben ik in 1 keer klaar. Nu kan ik in deze 3 bakjes verschillende kleurstoffen en glitters gaan toevoegen en je kan hier zelf doen wat je leuk vindt. Deze zijn helemaal uitgehard. En als ik ze zo zie, dan vind ik sommige beter gelukt dan andere. Ik vind deze best wel heel cool met die 2 kleuren. Deze is ook gewoon mooi met die glitters. Deze vind ik wel heel leuk. Deze is transparant, prima. Deze vind ik een beetje... Deze vind ik een beetje rommelig zo. Maar goed, dat is natuurlijk alleen hoe ze er in de mal uitzien. Laten we het eruit gaan halen en kijken hoe ze er dan uitzien. Sommige hebben dat textuurtje, sommige niet. Dus gaan we zien. Deze 3 zijn mijn favorieten. Deze met de glitters. Deze. Zo. Deze 3 zijn mijn favorieten. Ik vind bij deze voornamelijk het verloop heel mooi. Van geel naar glitters. En ook het textuurtje is wel leuk. Bij deze heb je al weer ja, gewoon een ander vormpje. Helemaal egaal met glitters. Ziet er mooi uit. En deze is wat anders. Maar ook die vind ik toch wel gewoon cool. Doordat er wat glitters in zitten. Wel met dat gele. Geeft best een leuk effect. Uiteindelijk kan je het met de epoxy natuurlijk zo gek maken als je zelf wil. Je kan er glitters aan toevoegen zoals ik gedaan heb. Je kan er nog hout aan toevoegen, grote glitters, meer kleurtjes, andere glitters. Ik weet zeker dat je hier heel veel creatieve dingen mee kan gaan doen. En mocht je dit gaan doen, dan ben ik ook zeker heel benieuwd naar jouw resultaten. Dus stuur die vooral via Instagram naar ons toe, tag ons. Ik ben gewoon benieuwd naar wat jullie hiermee gaan maken. Maar je kan natuurlijk nog veel meer gebruiken dan een epoxy. Je kan het bijvoorbeeld ook doen met acrylhars. Laten we dat eens proberen. Van de acrylhars maak ik ook eerst weer 3 kleuren aan. Ik ga ze alleen nu nog niet helemaal volgieten. Ik ga alleen wat spetters neerleggen. Ik had dit laatst gezien ergens en ik vond dit een heel gaaf effect. Dus dat wil ik zelf ook proberen. Ik doe wat blauwe spetters, ik doe wat gele druppels. En zo wat verschillende dingetjes. Ook weer om gewoon te proberen wat er mooi is en wat niet. En nu de eerste laag acrylhars een beetje uitgehard is, giet ik ze helemaal af met een contrasterende kleur. Wit. En hoewel ze niet helemaal heel uit de mal zijn, en hoewel ze niet allemaal heel uit de mal zijn gekomen, zitten er zeker een paar mooie tussen. Ik vind deze heel gaaf, met dat blauw en dat wit vind ik mooi. Het blauw en geel en wit. Vind ik ook wel heel grof. Zoals bij deze is wel dat ringetje eraf gebroken. Maar ja, ik had dit heel klein gemaakt. Met epoxy zou dat gaan. Maar met acrylhars gaat dat gewoon net niet. Dat is gewoon wat brosser. Maar het effect is evengoed heel erg vet. Wil je nou ook aan de slag gaan om je eigen kerstversiering te maken? Kijk dan even in de beschrijving. Daar heb ik alle producten staan die ik in deze video gebruikt heb. Kan je zo doorklikken naar de website en precies bestellen wat je nodig hebt. Wil je nog meer inspiratie? Kijk dan zeker even deze video, want die is ook heel erg leuk geworden. Zie je daar!